We zijn in Frankfurt, bij de Europese Centrale Bank, de ECB. De ECB maakt zich sterk voor prijsstabiliteit. Zij moeten inflatie in het hele eurogebied net onder de 2% zien te houden. Dat is haar belangrijkste taak. Want flinke prijsschommelingen, dat wil zeggen hoge inflatie of deflatie, tast het vertrouwen in geld aan. En dat is schadelijk voor de economie. Hoe kun je prijzen stabiel houden? Dan moet je natuurlijk eerst weten of de prijzen gaan veranderen of niet. Vooruitzien dus. En niet alleen een paar dagen, weken of maanden. Maar op de middellange termijn, zo'n 1,5 tot 2 jaar. De inflatie van volgende maand kan je al niet meer beïnvloeden. Want de maatregelen die je neemt, werken met een flinke vertraging. De Raad van Bestuur van de ECB maakt dus een inschatting van de te verwachte inflatie. Maar waar baseert zij zich op? Op macro-economische grootheden, zoals economische groei, de arbeidsmarkt, aandelenkoersen en wisselkoersen. Maar ook op monetaire grootheden, zoals de geldhoeveelheid en kredietverlening. Door al die grootheden te bestuderen, komt de ECB tot een inschatting van de toekomstige inflatie voor het hele eurogebied. En zo weet ze wat haar te doen staat. Om de prijzen stabiel te houden, voert de ECB monetair beleid. Dat doet zij door de hoeveelheid geld in de markt te beïnvloeden. Maar vooral ook door de prijs van geld, de rente, te sturen. De uitvoering van het monetaire beleid doet de ECB samen met alle centrale banken van het eurogebied. Hoe werkt dat dan? Alle commerciële banken in het eurogebied zijn verplicht om een minimumreserve, een percentage van hun balans, aan te houden bij hun eigen centrale bank. Die commerciële banken komen op die manier al snel geld tekort. Bijvoorbeeld om leningen te verstrekken aan hun klanten. Wat nu? Zelf geld lenen, natuurlijk. En dat kan. Bij diezelfde centrale banken. Maar de ECB bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen en tegen welke rente. Dat lenen gebeurt vooral via geldveilingen. Minimaal tegen een rente die de ECB bepaalt, de minimumbiedrente. Ook wel beleidsrente genoemd. De hoogste bieders op die veiling krijgen als eerste. De laagste bieders lopen dus het risico dat het te veilig geld op is. Banken die na de veiling nog niet genoeg geld in kas hebben, kunnen bij een centrale bank een soort noodlening krijgen. Maar daar betalen ze een hogere rente voor. De minimumbiedrente plus 1%. Banken die ruim bij kas zitten, kunnen dat wegzetten bij de centrale bank tegen een minimumbiedrente min 1%. Banken kunnen natuurlijk ook onderling lenen. Maar de rente waartegen banken bij of aan elkaar lenen, zal altijd tussen de minimumbiedrente min 1% en de minimumbiedrente plus 1% liggen. Anders kunnen ze beter naar de centrale bank gaan. Het gebied waarbinnen banken onderling lenen, noemen we de rentecorridor. De marktrente zal altijd binnen die rentecorridor blijven. Precies binnen de marges die de ECB wenselijk vindt. Dat klinkt allemaal misschien omslachtig. Maar op die manier stuurt de ECB wel de hoeveelheid geld en de rente op de geldmarkt. Banken baseren de rente die ze hun klanten in rekening brengen op deze marktrente. Zo stuurt de ECB indirect of consumenten en bedrijven veel lenen en uitgeven. Wat bij een lage rente het geval zal zijn. Staat de rente echter hoog, dan gaan bedrijven en consumenten relatief veel sparen en minder uitgeven. Dan gaat de druk op de inflatie ook omlaag. En dat was precies de bedoeling.